apentrots stond Christy van Moorsel vandaag voor het eerst achter de toonbank van haar eigen winkeltje. Heel spannend. Maar ik vind het vooral heel erg leuk en trots. Christy verkoopt niet alleen zoete lekkernijen. Ze heeft ook kleine cadeautjes voor speciale gelegenheden in de aanbieding. Maar haar voorkeur gaat toch uit naar snoep. Vooral van de in Amerika razend populaire jelly beans heeft ze hoge verwachtingen. Ze zijn verrukkelijk en heerlijk. Dus als je ze één keer proeft, dan word je eigenlijk, dan wil je er alleen maar meer. Dan zou ik later ook wel eens willen. Snoepwinkel? Ja, dat. Dat is lekker zelf veel snoepen. Ja, het meeste. Deze of deze? Het idee voor de snoepwinkel was eigenlijk ook een beetje van moeder Mirjam. Zij was het beu dat haar dochter nergens een fatsoenlijke stageplek kon krijgen. Ja, het was best wel vervelend, omdat ze dus al die jaren gewoon niet lekker in de vel zit. Omdat ze gewoon niet net als andere kinderen eigenlijk een normaal leven kan leiden voor haar gevoel. En ik zie ze nou eindelijk lachen, dus dit is wat ik wil natuurlijk. Christy moet zelf nog naar school. Ze krijgt daarom hulp van onder meer haar moeder. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat er in het winkeltje ook andere jongeren met een verstandelijke beperking stage komen lopen. Hou je zelf ook veel van snoep? Heel veel. Maar ja, niet te veel snoepen, want dan word je dik van.